Stel dat u hier een mooie klus vindt, dan kunt u hier natuurlijk gaan wonen en werken. En dan kunt u ook een auto kopen. Ze kosten maar niks. We zijn even duur in Nederland, want in Nederland komt daar BBM en BTW overheen. En dat veroorzaakt met name bij de wagens met hogere benzineconsumptie een dramatisch prijsverschil. En als u een auto koopt, dan kunt u dat doen zodra u Emirates ID hebt. En dan krijgt u het kenteken. En dan moet u bewijzen dat de wagen verzekerd is. Eerst verzekeren, dan kenteken ophalen. Dat is verplicht. Er wordt gecontroleerd of de wagen verzekerd is. En dan krijgt u een Mulkia. Mooi gouden kaartje. Laat dat lekker in de auto liggen, is mijn advies altijd. Want dat is eigenlijk uw kentekenbewijs, zoals u dat in Nederland ook gewend bent te ontvangen op een creditcardformaat. Ja, u mag de auto daarna meenemen naar Nederland, onder voorwaarden. En u mag hem zelfs importeren zonder BTW en BBM te betalen, onder voorwaarden. Daarover later meer.